Politieke avondvitamine aflevering 3, week 4. Vorige week waren we er eentjes niet vanwege tante corona, maar vandaag zijn we weer helemaal terug voltallig. Mara en ik gaan het hebben over de woningmarkt in Voorschoten. Um, ja, vorige week, of tenminste twee weken terug, hebben we natuurlijk heel leuk nieuws op zich gehad na vandaag. We hebben namelijk gezien dat de kaagbaan misschien wel niet doorgaat. D66 heeft laten weten, we gaan het, uh, we gaan het toch misschien niet doen. Dus dan heeft Politieke avondvitamine geholpen. <laughs> en wellicht geldt dat ook uh, voor vandaag. Uh, voor iedereen die nu luistert en denkt, ik zou wel een huis willen ko kopen, blijf vooral luisteren. Met een beetje geluk hebben we ook dit probleem geïdentificeerd en opgelost na vanavond. We gaan het hebben over de woningmarkt en nood in voorschoten. Een landelijk ligt de gemiddelde prijs van de woning ver boven de 4 ton. Starters, alleenstaande, laagopgeleide, maar ook hoger opgeleide zien hun kans op de woningmarkt krimpen. Maar vrees niet, we gaan het vanavond bespreken, Mara. Klopt, inderdaad. En bij ons aangeschoven is um, Paul de Bruin van de VVD, Arnold Possuma van de Partij van de Arbeid en Rob van Ingeleburg van Alliantie Burgers Voorschoten. Uh, we hebben weer uh, vier microfoons, dus uh, we gaan een beetje wisselen. Hey, uh, fijn dat jullie er allemaal, uh, alle drie zijn. We gaan het inderdaad hebben over wonen. Ik heb eerst eventjes de microfoons bij de politici, want ooit toen je dacht ik ga de politiek in, had je vast ook een idee over wonen. En toen dacht je, uh, nou als ik erin kom en ik er iets over te zeggen heb, dat en dat zou ik graag willen doen. Uh, en ik begin graag met jou Paul. Nou dat vind ik eigenlijk wel een hele goede vraag, van toen ik in de politiek kwam. Ik moet zeggen, toen was ik wat minder bezig met wonen dan, uh, dan op dit moment. Um, maar misschien laat ik wel gewoon kijken naar ja, wat, er, uh, wat er nu uh, nodig is. Want het probleem wat we in voorschoten hebben is natuurlijk niet een voorschotensprobleem. Dat is gewoon een landelijk probleem. Maar waar wij concreet eigenlijk tegen aanlopen in, in voorschoten is, en dan, ja, dan, dan zet ik eigenlijk een, een, een koepeltje of een helikopterview, zet ik erbij, is ook een stukje uh, vergrijzing uh, waar het begint. We zien heel veel senioren nog steeds in, uh, in grotere woningen wonen die eigenlijk heel graag kleiner willen wonen in een in een appartementje en dat is vaak is dat het beginstukje waar de doorstroming uh, begint. Maar uh, dat is niet het enige. We hebben ook als, niet alleen als voorschoten, maar als regio uh, uh, um, ja, en, en ook landelijk te maken natuurlijk met verschillende taakstellingen. We, we hebben echt een tekort ook in voorschoten, wel degelijk ook aan sociale huurwoningen. En dat is eh, alleen al voor de... Ik zal maar zeggen, de, de, ja, de normale bewoners van sociale huurwoningen, dat zijn ze eigenlijk allemaal, maar ook speciale doelgroepen waar we steeds meer tegenaan lopen. Uh, ook, uh, yeah. Die gaan we dus inderdaad, zo meteen komen we bij die doelgroep ook aan. Uh, je noemt al een yeah. hele hoop dingen volgens mij die er spelen, niet alleen in voorschoten, maar ook landelijk. Uh, maar toen je dus net begon, Paul, uh, had je niet, dacht je niet meteen een oudere die uh, naar een uh, appartementje wilde. Maar er was niks toen je... Nee, voor, voor, maar uh, uh, wat ik wel kan zeggen, wat voor mij ontzettend belangrijk is en waarom ik ook bij, uh, bij de VVD zit, is, uh, is de vrijheid. Maar ook de vrijheid eigenlijk voor iedereen. Om, uh, om iets van zijn of haar leven te maken. En als je daar natuurlijk naar kijkt, dan moet wel iedereen een kans krijgen op een, uh, op een goede woning. Ja. dat is denk ik een ding dat iedereen uh, dat wil zeker... een dak boven zijn hoofd uh, uiteindelijk. Iedereen heeft een dak boven zijn hoofd en uh, er wordt natuurlijk vaak uh, veel gezegd over, uh, over de VVD. Maar uh, ook de VVD zegt: uh, niemand die moet door het ijs heen zakken. Uh, iedereen die moet gewoon op de eerste verdieping uh, of minstens op de begane grond uh, uh, beginnen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dus voor alle doelgroepen. Dankjewel. Arnold. Ja, wonen. Het is wel een van mijn uh, motivaties om überhaupt de politiek in te, uh, te gaan. Want wonen is echt een, een, een basisvoorwaarde om je lekker te kunnen voelen, je, je eigen thuis daarin uh, te kunnen hebben. En um, ja, wat, ik, wat we de afgelopen periode gewoon gezien hebben in Nederland is een, nou, een groot probleem, waarbij we te maken hebben met uh, 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 weinig sturing op de hele woningmarkt. Uh, uh, veel uh, laag rente die er gewoon voor zorg draagt, uh, dat er veel uh, geld op de woningmarkt is, maar wat ik, ik me vooral ergens aan geërgerd heb de afgelopen, afgelopen periode is dat het uh, dat de woningmarktprobleem als een uh, natuurfenomeen eigenlijk wordt uh, wordt verondersteld. dus dat het een soort unis is die over ons heen gaat en uh, waar we niet op kunnen corrigeren. En ik ben het daar gewoon fundamenteel mee oneens en ik vind dat uh, wij als politiek de plicht hebben, de morele plicht hebben om hier iets aan te gaan doen. En uh, de nood is dusdanig hoog dat echt dingen moeten gaan gebeuren. En die mogelijkheden zijn er. Nou, daar en zijn dat... jullie het wel met elkaar over eens. Er moet wat aan gebeuren. Ik zag net al even, werd er gekeken toen het, het, het woningprobleem werd genoemd bij de intro. Maar ik vind het wel mooi om te zien. Hier zijn jullie in ieder geval het over eens. Er moet wat aan gedaan worden. Wat de oplossingen zijn. Misschien komen ze, uh, liggen ze dichter bij elkaar uh, dan niet. Daar gaan we achter komen dit uur. Ook aangeschoven is natuurlijk Rob van Engelenburg. En um, kan, kan je even heel kort in vertellen over jezelf? Ja, de microfoon gaat jouw kant op. Ja. Um, wat, hoe kwam het? Je hebt op een gegeven moment heb je een, een, een stuk geschreven. Je hebt gekeken naar de coalitie van nu, wat het erin stond. En toen dacht je, hé, hey, klopt het wel? Zijn alle beloftes wel waargemaakt? Had ik het goed samen zo? Uh, ja. <laughs> um, nou, mijn naam is Rob van Engelenburg. Uh, dank dat ik hier mag zijn. Um, ik ben van de Alliantie Burgers Voorschoten. Zeker geen politieke partij. Wij zijn onafhankelijk. En uh, wij hebben ook geen politieke aspiraties. Maar we zijn uh, een drietal jaar geleden begonnen om uh, eigenlijk de burgerbelangen. En met name burgerparticipatie op de agenda te krijgen. En uh, daar in het verlengde van ligt ook het verhogen van de kwaliteit van beleid en bestuur. Ja, en dat is nogal wat uh, voor een uh, relatief beperkte groep met een aardig netwerk in de samenleving. Hebben we een aantal uh, topics uh, aangepakt? Een daarvan is, ja, is wonen. En een van is wonen. En een ander was uh, de bestuurseffectrapportage waar je het net over had. Ja, en um, wat, wat kwam daar uit het rapport? Wat stond er over wonen? In. Wat is daar het belangrijkste? Uh, nou, dan moet ik even uitleggen wat een bestuurseffectrapportage is. Want dat is eigenlijk een, een nieuwe term. <coughs> dat is eigenlijk een uh, heel simpel mechanisme om na te gaan... Uh, wat waargemaakt is door de coalitie. Ja. In 2018 is veel beloofd. We zitten nu weer in de beloftefase, zeg ik het waar. Veel politieke partijen die beloven heel veel. Dan zijn er een uh, aantal winnaars en verliezers. Dan gaan de winnaars rond de tafel, die maken dan een coalitie. Die gaan... Uh, de gemeente besturen, die krijgen daar veel middelen voor, in, in voorschot 200 miljoen uh, de laatste vier jaar ruim. En 175 ambtenaren. En dan gaan ze dus hun programma gaan ze, uh, uh, uitvoeren. En dan hebben wij gekeken van wat is daar nou van gerealiseerd. Ja. Ze hadden elf thema's, één daarvan was wonen. Mm -hmm. ja. En we moeten helaas constateren dat ze een 1 hebben gekregen op de schaal van 5. Oké, okay, nou dat is een meteen een keihard punt. Uh, ze hebben een 1 gekregen beschaal van 5. Ik neem aan dat er zo meteen op gereageerd wil worden. Uh, maar waar bestaat die 1 uit? Ja, dat zijn uh, de, de, de zelfbenoemde uh, doelstellingen die het coalitie in 2018 uh, heeft uh, geformuleerd, op papier gezet, in het uitvoeringsplan, in een uh, vervolgdocument, et cetera. En dat zijn een uh, vijf, zestal punten onder het uh, wonendossier. Uh, eerst tenminste 300 woningen bouwen. Ja. Uh, specifieke aandacht voor starters, voor senioren, voor uh, sociale huurwoningen. Maar ook uh, andere zaken die, die spelen daarbij een rol. Maar de belangrijkste zijn, je moet eerst bouwen voordat je kan wonen. Ja. Want ik ben het met de heren helemaal eens. Het woondossier is een heel belangrijk topic, want het is eigenlijk een basis-nutsvoorziening. En als we het daarover eens zijn, dan moeten we niet meer praten over de doelstellingen, maar hoe kunnen we ze realiseren? Ja, juist. Um, dankjewel, volgens mij is het, uh, is het helder. Um, Paul, ik ga heel eventjes naar jou, want, je, want als je met mensen praat in voorschoten, ik denk dat er al een gedeelte ook uh, beschreven is, jijzelf ook. Wat hoor je vooral op straat? Um, nou ja, op straat hoor je uh, verschillende dingen. En eh, nou, dan begrijp ik ook helemaal eh, eh, wat Rob zegt. Je hoort natuurlijk veel op staat, ja waarom duurt het nou zo lang eh, dat er gebouwd wordt? En dat begrijp ik ook. Eh, want er zijn natuurlijk allemaal eh, processen en we lopen wel eens tegen wat problemen aan. Dat wij ook denken van jongens, eh, eh, alsjeblieft kan het wat sneller gaan. Want we willen volgens mij allemaal hetzelfde. Problemen als eh, stikstof bijvoorbeeld? Of... Nou, stik, nee, daar, nou, 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 stikstof is, is natuurlijk iets wat. Uh, maar uh, als ik nou kijk naar bijvoorbeeld, uh, um, ja, uh, Sagar is bijvoorbeeld een van de projecten waar ik zelf uh, mee bezig ben. Ja, uh, dat is geen eenvoudig project uh, uh, om te doen. We hebben eindelijk na, ja, vijf wethouders voor mij hebben we dat project, uh, uh, nou ja. Eindelijk, eindelijk strak getrokken. Dus dat we daar verder mee kunnen gaan. We zijn er ook bezig met het, met het bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan. Maar als je kijkt naar de grond, wat daar is, ja, je hebt daar te maken met heel veel wateroverlast. Dus dat betekent, ja, voordat je daar eindelijk kunt gaan bouwen en overal mee bezig bent, ja, wil je niet dat de mensen die daar in de bestaande wijken wonen, dat die straks met met natte voeten komen te zitten. Dus dat ze problemen hebben. Dus dat betekent dat je weer een extra onderzoek moet doen. Nee, dat soort dingen. En begrijpen mensen dat? Tegen. Want ik neem aan dat je dat, dat, je dat ook vertelt. Um, over mensen die zeggen, nou, ik wil graag wonen. Waarom schiet het niet op? Wat je herkent. En begrijpen mensen dan ook wat er allemaal achter zit... en dat het niet zo 1, 2, 3 is opgelost? Uh, nou, niet altijd. Maar ik moet je eerlijk zeggen... Uh, ik begrijp dat zelf ook niet altijd. Hm. Eh, want we willen met z'n allen zo ontzettend uh, graag... En, uh, ja, en soms zijn die processen gewoon ontzettend uh, uh, ja, langdradig en, uh, en moeilijk. Want ik heb wel eens gekeken naar afgelopen jaren. Hè, gemiddeld, uh, de projecten die ik zie, ja, die duren soms tussen de vier en, en twaalf jaar. Dan denk je ja, hè, uh, moet, dat, uh, moet dat zo zijn? Dus eigenlijk wat Rob zegt, van uh, eh, ook voor dit jaar, ja, we hadden natuurlijk veel meer willen, uh, willen realiseren. Dat zeg ik ook, uh, uh, ook eerlijk. Uh, maar wat het is, eigenlijk hebben wij... We hebben wel ontzettend veel werk gedaan, dus we hebben heel veel eigenlijk... Maar ook altijd nuttig werk? Nou ja, zeker. Dat denk ik wel, dat denk ik wel. Want er staan nu heel veel uh, projecten staan op stapel, dus straks het volgende college wat er zit. Dus stel de heer Postema komt straks in een, uh, in een college, misschien wel een van de volgende wethouders. Ja, dan is het bedje gespreid en dan zullen we uiteindelijk zullen we ook die woningen zien, uh, zien komen. Maar er zit dus wel vertraging in en soms is dat jammer. Ja, je zult niet verbaasd zijn, maar dat ik niet eens ben met, met de heer De Bruin, de lijsttrekker van de VVD. Um, ik, een van de verhalen die me heel erg bijstaat was een verhaal van een, van een jonge verpleegkundige, uh, mevrouw Bruin. Uh, misschien dat hij het onthouden heeft nog uit de, laatste, uh, uit de laatste commissievergadering, drie jaar geleden. Die eigenlijk insprak in de commissievergadering. En die zei van ze was verpleegkundige, jonge vrouw. En die wilde heel graag een woning hier, hier krijgen. Het was 2018. Onze fractievoorzitter Achtergraaf heeft toen uh, een pleidooi gehouden... om de sociale beleidsregel wonen eigenlijk in te voeren. Die sociale beleidsregel wonen zegt eigenlijk dat je bij nieuwe woningbouwprojecten... van enige omvang 30% sociale huur is en 25% uh, middenkoop. Dat is eigenlijk tot de nationale hypotheekgarantie. Ongeveer 355.000 euro nu in 2022. Die beleidsregel heeft drie jaar geduurd. Drie jaar. En... Um, Meneer De Bruin kan zeggen dat er allemaal tegenslagen zijn bij, uh, bij verschillende woningbouwprojecten. Maar een beleidsregel opstellen voor drie jaar. Het is gewoon schandelijk dat dat gewoon zo ongelooflijk lang heeft geduurd. En maar met... hoe komt dat dan? Nou, de vraag is dat het. En ik heb het ook ik heb het, ik heb die vraag ook gesteld. En het heeft met prioritering te maken ge, gehad de afgelopen periode. Ze hebben daar gewoon geen prioriteit mee uh, aangegeven En daarmee is dus ook een politieke keuze geworden. Mm -hmm. En ik vind dat. Uh, de wethouders en het college in voorschoten te lang hebben gedaan alsof het ze wij de twee dingen. Eén, het is de markt, uh, de lage rente van de ECB. En twee, de Rijksoverheid geeft ons te, te weinig instrumentarium. Maar zeg je nu dat, dat de coalitie in, in voorschoten uh, bewust hier heeft gerekt? Ik durf dat niet te zeggen. Het zou kunnen, maar goed, ik ga niet speculeren erin, dat vind ik niet mijn taak is. Maar ik weet wel dat er uh, genoeg uh, instrumentarium is die uh, ook de coalitie had kunnen toepassen om inderdaad die betaalbare woning eigenlijk gerealiseerd te krijgen wat ze te vaak doen in mijn ogen is dat ze um, te, te veel meebewegen met projectontwikkelaars geen strakke afspraken maken met, uh, met woningcorporaties... en dat kan beter um, er zijn allerlei mogelijkheden die een gemeente gewoon kan toepassen namelijk uh, een eigen woningbeding uh, uh, ervoor zorg dragen dat je dat het geen dat er niet meer gespeculeerd kan worden ik kan zo vijf zes, zes verschillende verordeningen opnoemen die je in uh, en in, in je plan van aanpak kan inzetten en daarmee ook uh, heel duidelijke kaders kan meegeven. En ik vind dat de gemeente Vorschoten te veel denkt van, ja, het is wat ik al zei, het is een natuurfenomeen. En dat klopt niet. En er komt bij. Het, het probleem is echt urgent in Vorschoten. Als je gaat kijken, er zijn uh, meer corporatiewoningen in Wassenaar dan mm -hmm. in Vorschoten. Ik. Uh, het is echt ongelooflijk. Ik denk, uh, Paul, dat je hier op wilt reageren. Ja, hier maakt uh, de heer Postma eigenlijk dezelfde fout. Uh, als wat we heel veel zien, namelijk een beetje op beleid zitten te hangen. Want met een beleidsregel, dan hebben we nog geen steen gestapeld natuurlijk. Dus je kunt zeggen, ja, ik wil dat, ik wil dat, ik wil dat. Ja, dan kun je zeggen, we gaan een, een bepaald percentage willen we hebben. Maar ja, uh, zorg dat dat die bouwprojecten sneller gaan lopen. Nee, Hè, wat voor ons prioriteit is, we hebben nog ook vanuit het verleden, hebben, hadden we een, hebben uh, ja, gewoon een aantal projecten die we... Uh, gewoon door moeten pushen. En daar moet de prioriteit op staan dat er daadwerkelijk stenen gestapeld worden en dat er daadwerkelijk woningen komen. Dus dan kun je gaan ja, dan kun je gaan, gaan neuzelen over beleid en dat soort dingen. Dat is hartstikke belangrijk ook voor de toekomst. Prioriteit is gewoon bouwen. Maar het beleid wat waar, waar net over gesproken werd, over drie jaar, hoe, hoe zit dat dan? Dat iets drie jaar heeft gelegen voordat er uiteindelijk een plan kwam? Ja, ik denk dat het inderdaad gewoon met, uh, met planning uh, heeft uh, te maken. Ik moet eerlijk zeggen, hè, dat is natu uh, hè, natuurlijk mijn collega geweest, die, uh, mijn collega-wethouder die daarmee uh, mee bezig is. Maar ik kan me heel goed voorstellen, ja, als wij Starburg 3, Zege Arsenaal, Intratuin, uh, Bijdorp, uh, 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 uiteindelijk ook, uh, ook Berestein, als wij dat allemaal al hebben staan in de startblokken, als we daarmee bezig zijn om door te duwen, ja, laten we dan daar inderdaad prioriteit op houden. Want volgens mij zeggen we net allemaal dat we woningen willen hebben. En alle afspraken die al in het verleden zijn gemaakt, ook bijvoorbeeld met projectontwikkelaars, uh, uh, ja, dat kan je niet tijdens de wedstrijd in één keer gaan uh, veranderen. Want dan zorg je alleen maar nog voor meer discussie en meer vertraging. Dus afspraken die in het verleden gemaakt zijn. He, die, uh, he, daar zeggen we, maar okay, dan nog die beleidsregels. Die, nou goed, ik ik hoor dat, uh, ik zie dat erop. Uh... Ja, uh, graag. Ik wil hier uh, ook even tussenkomen, ook uit eigen ervaring. Wij hebben uh, twee jaar lang hebben wij als Alliantie burgers voorschoten met meerdere mensen in het kerngroep Bouwen en Wonen gezeten van de collega wethouder. Wij zijn er na twee jaar uitgestapt. Hm. We hebben meer dan 25 vergaderingen gehad. We hebben meer dan vier ambtenaren langs zien komen. We hebben niets bereikt. En op een bepaald moment was het gewoon voorbij. We hebben daar ontzettend veel effort in gestoken om mee te denken, onderbouwing te leveren, initiatieven op te leveren. Op wat voor manier hebben jullie meegedacht dan? Kan je het concreet noemen? Wat hebben ja, jullie dan we, gedaan? We hebben een... Uh, dat is leuk dat je het vraagt, want we hebben bijvoorbeeld een, uh, een heel uitgewerkt plan gemaakt om de doorstroming in voorschoten te bevorderen. In 2019. Ja. Eh, dat, daar zat zelfs tot op het niveau van de centjes en de belangkracht en de aanpak en de euh, instrumenten, et cetera, was het allemaal uitgewerkt. Eh, dat, in 2019 is dat eindeloos uitgeschoven, uitgeschoven, niet besproken, nog eens een keer doorgeschoven, et cetera. Eh, toen was het zoek en toen zei, nou, noem maar wat op. We hebben over tiny houses, hebben we initiatieven Maar ontplooid. is het dan... We wat, hebben, wat is eh, de verklaring dan ervoor dat het... Want ik kan me toch niet voorstellen, want we hebben hier net ook in het begin geconstateerd... Iedereen hier aan tafel vindt dat hier wat aan gedaan moet worden. Uh, en iedereen is hier ook welwillend. Dan kan ik me toch niet voorstellen dat dingen niet gebeuren. Waar ligt dat dan aan? Ja, ik kan er ook alleen maar naar gokken en, uh, of naar gissen. En uh, ik heb een paar persoonlijke ideeën. Uh, er is een groot probleem met de kwaliteit van beleid. Uh, van het ambtenarenapparaat, bijvoorbeeld, in En Dat is algemeen uh, bekend. Uh -huh. uh, uh, verder heb je te maken natuurlijk met de kwaliteit van de medewerkers, want het is allemaal best wel complexe materie, ook wat mijn linkerbuurman uh, aangeeft. Maar er zit heel veel know-how in voorschoten bij de burgers ook. En die hebben zichzelf ook in die kerngroep om niet ter beschikking gesteld om mee te denken. Daar zitten heel veel deskundigen, zitten daar gewoon ja. bij. Dus maak daar gewoon gebruik van, waardeer dat, dat en, en ga met die mensen gewoon ook aan de slag om bepaalde stappen te zetten. En uh, ja, dat, dat is een van de punten. Prioriteit in politieke zin, ja, ik heb het niet zo ervaren. Mm -hmm. We hebben een vereveningsfonds in 2020, hebben we al voorgesteld. Nou, het heeft nog een paar jaar geduurd voordat dat eindelijk een keer uh, ingevuld ging worden. En dat werd eerst half ingevuld en toen was het ook niet van toepassing, et cetera. Het leek wel of dat de hobbels groter waren uh, dan de, de daadkracht. Oké. Okay. Ik ben... Uh... Ik ben wel heel erg benieuwd eigenlijk, Arnold, hoe, 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 hoe kijk jij hiernaar? Want uh, ben, ben je het eens met, uh, met de heer Van Engelenburg? Nou ja, ik, ik ben het ineens dat uh, Engelen, meneer Engelenburg... wijt het uh, aan de kwaliteit van de ambtenaren. Ik, daar kan ik nog eigenlijk onvoldoende oordeel over geven. Dat geloof ik ook niet zo. Ik denk dat het echt meer bij de politieke keuzes zijn... Uh, die gemaakt zijn de afgelopen lopen periode. Wat, wat de heer De Bruin opschrijft, is dat er woningen komen. De PvdA gaat voor betaalbare woningen. Ja. Voor uh, betaalbare woningen voor alle mensen die in voorschoten wonen. Dus of je nu een starter bent, of dat je nu uh, net begint op de, met een gezinnetje erbij, of de ouderen die graag uh, groot wonen, maar die graag wat betaalbaarder en dichter bij het centrum willen wonen. Uh, daar gaat het om. Ja. En uh, omdat die verhouding in voorschoten zo schezen, voorschoten heeft hele dure woningen. En uh, we hebben ook de minste corporatiewoningen van de regio. En van die corporatiewoningen zitten al de meeste woningen ook nog eens een duurdere segment. Ja. Dus dat betekent dat we een enorme inanslag hebben te maken om die betaalbare woningen te krijgen. Ja. En uh, het wordt voorgedaan alsof uh, uh, de heer De Braan doet het voor alsof het, het problemen met de uitvoeringen zijn. Of dat misschien een, een andere wethouder heeft zitten slapen op de een of andere manier. Daar gaat het niet om. Het zijn politieke keuzes geweest die dit college nou, heeft. Maar dat heeft hij uh, toch gemaakt. niet gezegd. Het zijn politieke keuzes die dit college heeft uh, gemaakt. En uh, uh, ja, daar, daar vind ik dat ze daar ook verantwoording over moeten, uh, moeten afleggen. En nou de heer Van Engelburg heeft keurig aangegeven van dit waren de ambities die er in uh, 2018 uh, waren een hele goede allemaal redenen voor zijn uh, waarom het niet gegaan is. Maar in mijn ogen zijn politieke redenen geweest om dit niet gerealiseerd is het college. Oké, okay. en als je dan, uh, het is straks 16 maart uh, geweest, ja. uh, ineens uh, een lens de andere kant PvdA gaat in het uh, college zitten. Hoe gaan wij dan na twee maanden gelijk zien dat bijvoorbeeld een Starreburg 3 enzo dat die wel worden gerealiseerd? Wat ik gewoon vind is dat uh, er wordt te vaak gekeken, en dat zie ik ook dat, uh, dat 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 hoor je de VVD ook zeggen, er wordt te vaak gekeken de wezen of de Rijksoverheid of de markt mm -hmm. in de algemene zin. En ik vind dat een, een wethouder die op dag 1 binnenkomt uh, uh, met de gemeente voorschoten, actief die telefoon moet gaan oppakken en die projectontwikkelaars moet gaan opbellen. Okay. Maar afspraken gaat maken met, met, met corporaties. En er dat is soort net acten. geschetst dat dat dus niet zo makkelijk gaat als dat het lijkt. Hoezo, hoe, wat is jouw verklaring ervoor dat dat, en wat jij nu stelt, uh, dat is blijkbaar niet zo makkelijk. Als je gelooft dat alleen de markt en de rijksoverheid de enige zijn die daar, die, die, die daar iets dingen moeten regelen, dan geloof je niet in jezelf. Okay. Het gaat erom, begint al met een soort houding en attitude, dat je denkt van we gaan het hier maken, we gaan het hier doen. Dat geeft zelfvertrouwen aan de ambtelijke organisatie, dat geeft zelfvertrouwen aan de bewoners van Voorschoten. En dat is de afgelopen vier jaar gewoon niet in Voorschoten gebeurd en dat is gewoon een gemiste kans hmm. en dat ik dit college. Joder. Wel, nog een reactie daarop? Um, ja, ik vind het grote woorden. En het is natuurlijk altijd makkelijk schreeuwen aan de zijlijn, uh, wat dat betreft. Maar uh, ja, dat kan ik met de heer Postema ook niet kwalijk nemen. Hij is eigenlijk nog zo vers en nieuw uh, in, het, uh, in, in het vak. Um, dus ja, en hij heeft natuurlijk een hoop gemist de afgelopen uh, periode. Um, ja, waar ik wel graag op, uh, op wil reageren. Hoe bedoel dus, je gemist? Uh, nou, de heer Postema zit nog niet zo lang uh, oh, bij okay. ons in, uh, in de Raad. Um, ja, wat ik wel belangrijk vind om nog, nog wel op te reageren, als ik, als ik het heb over de kwaliteit en bijvoorbeeld het ambtenarenapparaat. Uh, ik weet dat wij uh, hele goede ambtenaren hebben, uh, absoluut. Dus daar zit wel degelijk kwaliteit, ja. maar we missen inderdaad wel handjes. Ja. En dat, uh, dat zie ik op verschillende beleidslijnen en dat is, een dat is een probleem, hebben wij niet alleen als voorschoten. Dat heeft iedereen, hebben alle gemeenten. Ja. Dus misschien dat ik meteen van de gelegenheid gebruik mag maken, als er goede mensen zijn die bij ons team willen versterken van Wonen. Meld je alsjeblieft aan, want we kunnen die goed gebruiken. En zijn dat uh, inwoners? Mag ik, mag ik daar ook, ook over zeggen uh, dat dat ja. ook de samenwerking is? Want ik hoor dit. Dit is eigenlijk het, het, iets wat ik hoor. Namelijk, iedereen wil er zeker wat aan doen. Maar het gaat. Niet lekker met de samenwerking en of dat nou een kwaliteit ligt of niet. Iedereen doet volgens mij wel zo best mo zoveel mogelijk om er wat aan te doen. Maar zou je iets kunnen zeggen? En ik denk dat we daarna eventjes overgaan naar een hmm. nummer. Uh, zou je misschien iets kunnen zeggen over die samenwerking, zowel uh, met inwoners maar ook met de ambtenaren? Uh, ja, zeker. Nou sowieso zou ik daar heel erg voorstander van zijn en uh, nog steeds. Ik moet zeggen, ik weet dus niet precies wat er, uh, wat er is gebeurd destijds uh, met, uh, met de woongroep uh, wat dat betreft. Maar als ik kijk naar uh, de onderwerpen waar ik zelf uh, mee bezig ben, hè, dan uh, uh, bijvoorbeeld op het sociaal domein, nu de uh, adviesgroep sociaal domein voorschoten, hebben we nu gewoon een ontzettend goede samenwerking uh, mee. Ook uh, als ik kijk op, uh, op economisch gebied. Met het Centrum Ondernemersvereniging. En wat zorgt er dan voor dat die samenwerking zo goed gaat daar en dat het dus op andere terreinen minder goed gaat of minder makkelijk gaat? Nou, ik denk dat het met uh, name ook te maken heeft met een stukje uh, uh, communicatie en natuurlijk ook gewoon wil. Rob. Ja, ik, uh, ik ben het hier helemaal niet mee eens. Uh, het is niet een kwestie van communicatie, het is een kwestie van insteek. En uh, als we kijken naar het trekrecord van uh, deze coalitie, is dat er gedurende de, de rit vier toch wel majeure adviesorganisaties of vrijwilligersorganisaties die sa intensief samenwerkten met de gemeente. Ik noem uh, Taskforce uh, Centrum, ik noem de Adviesraad Sociaal Domein, ik noem uh, de HBVV en ik noem ook de Alliantie Burgers Voorschoten. Die uh, gezegd hebben van ja, wij doen dit als vrijwilliger, wij worden hier niet voor betaald. Maar dan moet het niet, uh, dan moet het geen betekenis hebben dan moet het niet vrijblijvend zijn. Dan moet het niet een vinkje zijn onder de noemer van... we hebben aan nou participatie gedaan. Maar ik vind is... dat er fundamenteel gewoon beter samengewerkt moet worden... tussen de gemeente en de maatschappelijke organisaties... die van zeer goede wil zijn. Mm -hmm. En die ruim vertegenwoordigd zijn in Voorschoten. Ja. Maar goed, wat ik nu aangeef, is, er zijn goede voorbeelden. En zelfs op wonen zijn er ook een paar projecten geweest... waar dat goed is gegaan. En ja, wat ik zie bijvoorbeeld met de Task Force Centrum, wordt vaak aangehaald uh, in voorschot. Ja, ik ben daar zelf, ben ik daarbij geweest. Mm -hmm. uh, maar dat heeft er gewoon mee te maken dat uh, we hadden een Task Force Centrum die had eigen ideeën. En dat kan, uh, maar dat werd helemaal niet gedragen door bijvoorbeeld de winkeliers. Juist. Ja, en daar hebben we op een gegeven moment ook ja. samen gekozen van we trekken daar de stekker uit. En we gaan het op een andere manier doen. En dat is natuurlijk ook het, het, het moeilijke van in zo'n coalitie zitten. Want je moet zoveel verschillende groepen moet je tevreden houden. Ik denk dat dat ook absoluut een, een, een lastig iets is. Ja, we zijn uh, wel onderweg in een, uh, in een uh, volle studio waarin uh, Mara en ik het uh, hebben over het, uh, het, eigenlijk het probleem met woning en het uh, beleid daarop. Uh, nog steeds hier in de studio hebben we Annold Posdema van de uh, PvdA, Rob van Engelenburg van de Alliantie Burgers Voorschoten en uh, lijsttrekker van de VVD, Paul De Bruin. Um, Mara, we zijn, uh, je hebt al een aantal dingen nu voorbij horen komen, inderdaad. Wat springt er voor jou nu, uh, nu echt bovenuit? Nou ja, eigenlijk wat ik, wat ik net ook, uh, wat ik al een kaar, paar keer benoemd heb, is wel die samenwerking, maar die invulling, ik denk dat daar het in zit. Daar zou ik het zo meteen ook graag nog over willen hebben. Ik geloof ook dat mensen wel degelijk wel willend zijn om. Alleen de uitwerking, daar gaat het nog niet helemaal lekker, dus daar wil ik zo meteen... Uh, toch nog wat meer concrete plannen ook? Wat ligt er in de pijplijn? Wat gaat er gebeuren en hoe is het ook realiseerbaar? Dat zou ik graag zo meteen nog willen horen. Ja, precies. En Misschien kunnen we daar gelijk uh, na naartoe overgaan, inderdaad. Want uh, ja, uh, wat is er eigenlijk precies gedaan uh, om het woningtekort op te lossen? Ik gooi hem even de tafel. Ik kan er wel iets over zeggen. Ja. Nou, er, is, uh, nou, inderdaad, er zijn behoorlijk wat plannen gemaakt. Uh, qua uitvoering heeft het wel een beetje aangeschort, uh, om het zo maar uh, te zeggen. Maar wat er in mijn ogen echt ontbreekt in het geheel, dat er een aantal instrumenten zijn. die eigenlijk niet door de gemeente Voorschoten zijn ingezet. En ik ben ook gewoon heel nieuwsgierig aan lijsttrekker De Bruin... of daar überhaupt in het college al een keer over gesproken is. over een anti-speculatiebeding. een leestandsverordening. zelfbewoningsplicht. waardestijgingverordening. een bouwplicht. Allemaal zaken die uh, door verschillende gemeenten. in heel Nederland worden ingezet als instrumentarium. Met mijn weten uh, heeft de gemeente Voorschoten daar op geen enkele manier gebruik van gemaakt. Het zijn allemaal instrumenten om ervoor te zorgen dat er. Überhaupt woningen komen dat er op bepaalde plekken gebouwd wordt, maar ook nog dat er betaalbare woningen worden, worden gebouwd. Ja. Aan beide dingen heeft het ontbroken de afgelopen vier jaar voorschot Is dat niet heel erg is dat niet heel erg lastig om dat als één gemeente te doen, hè? die, is, die is eens met de samenwerking met Wassenaar nu, we doen het in ons eentje. Het is een toch een, het is toch een, een, een landelijk probleem. Dit kan, dit kunnen we toch niet meer zomaar oplossen. Het is zeker een landelijk probleem, maar um, ik denk dat het niet goed is, ook voor uh, de zelfbewustheid van, uh, van de ambtelijke organisatie, dat je dan uh, achterover gaat leunen en zegt van well, ja. Dit, het is de omgeving, het is het mm -hmm. natuurfenomeen waar ik het eerder over, over had. Dit is geen natuurfenomeen. Dit ja. is iets wat, uh, wat door mensen is creëerd, wat op te lossen is. En dat heeft te maken met uh, door beleid te maken, door actief te vormen en een stukje zelfbewustzijn ja. te creëren binnen de organisatie, maar vooral ook in, de, in het politieke college. Maar ook misschien een verschilling van mening in welke keuze je maakt in wat voor, hoe je woningen gaat bouwen, wat voor woningen inderdaad zijn. En de afgelopen periode zie je eigenlijk dat er vooral uh, woningen zijn uh, uh, gebouwd voor de ruimere portemonnee. Mm -hmm. uh, zelfs als er afspraken zijn gemaakt met projectontwikkelaars. Uh, dat was bij Intratime bijvoorbeeld het geval. Dat zou eigenlijk tussen de 280 en, uh, en 5 nog wat zou, uh, zou voor gebouwd worden. Nou Op een gegeven moment we zijn we een half jaar verder. Het waren beloftes die, we ook, die ook door het college aan de, aan de raad zijn gedaan. En we zien een half jaar verder dat opeens de goedkoopste woning vanaf 6 nog wat uh, begint. En een week later horen we dat er nog eens een keer 50.000 euro bovenop die woning is, is gekomen. Dus er is totaal geen sturing op, totaal geen regie van de gemeente. Ze laten zich het overkomen en dat hoeft niet. Laat jullie zich overkomen? Nou, nee, dat denk ik zeker niet. En kijk, als ik bijvoorbeeld ook kijk naar het project waar ik zelf mee bezig ben geweest, Arsenaal Sagaar, dan hebben we eigenlijk destijds al opgenomen dat we bijvoorbeeld zo'n zelfbewoningsplicht erin op willen nemen. Dus dat betekent als je kijkt naar de sociale naar het sociale gedeelte, dan gaan we dat ook gewoon uitvoeren. Ja, dus je kunt dat ook per project. Kun je dat soort zaken kun je gewoon met elkaar uh, uh, ja, uh, afstemmen, ook met de projectontwikkelaar. Hetzelfde maar, geldt van hoeveel sociale huur komt er, hoeveel ja, sociale of betaalbare. Wat koop er zijn komt precies er? voor de voor de duidelijkheid, hè, voor de projecten die nu in die pijplijn staan. Wat zijn precies de afsp afspraken daarover, even in het kort. En dan dan dan, ja. dan weet iedereen dat ook. Ja, nou, is goed. We hebben in ieder geval een woonvisie. En daar hebben we, nu hebben we afgesproken in ieder geval 25% sociale huur. En daarbij is volgens mij ook nog eens een keertje 20% middenhuur of middenkoop. Nu hebben we wel altijd gezegd, dus afspraken die we, dan, die we daarvoor al hebben gemaakt, die respecteren we. En als ik dan kijk ja, concreet wat dat betekent. Ja, Starreburg 3 komt eraan. Er ja, komen ongeveer 356 woningen op te staan. Ja, dat wordt 80 uh, woningen daarvan worden sociaal. 15 wordt betaalbare koop. arsenaal Sagar 95 woningen totaal. 14 sociaal, 14 uh, betaalbare koop. Intratuin, 129 totaal. Hè, uh, de heer Postma heeft het natuurlijk wel over die dure huizen. Ja, dat vonden wij ook uh, tegenvallen. Maar dat is wel alle, zijn wel allemaal de huizen in, uh, op de vrije markt. En is het maar er komt zo ook dat... 35 sociaal. Simpelweg ook omdat een gemeente... We weten allemaal van de gemeentelijke tekorten. En dat... Levert nou eenmaal meer op om huizen en grond te verkopen. dan dat uh, dat in de huur gaat, in de sociale huur gaat. Speelt dat niet mee? Nee, maar dat is een andere discussie. Want um, hey, we hebben het nu eigenlijk over de gestegen huizenprijzen. En dat is uiteindelijk wat die projectontwikkelaar ook op basis van de markt uh, bepaalt. Maar als je kijkt naar de mix bijvoorbeeld bij zo'n project. ja, natuurlijk uh, speelt dat mee. Want bijvoorbeeld bij Arsenaal Segar. Um, hebben wij ook als gemeenteraad gezegd, ja, we willen er ook iets aan overhouden? Oké, okay, dus wel degelijk er wel iets aan overhouden? Ja, precies. En dat is, uh, dan, dan heb je het over ongeveer een, een miljoen. Oh, sorry, ja, in de microfoon. Dan heb je het over ongeveer een, uh, een miljoen. Ja, het is feitelijk zo, sociale huur, als je dat wilt als gemeente, uh, ja, dan moet je daar de portemonnee voor trekken. En dat is zijn dan. jullie bereid. En was deze coalitie, is deze coalitie bereid om die portemonnee te trekken? Nou, ik denk het wel. Maar wat mij betreft, en dan kijk ik even niet als coalitie, maar gewoon als, uh, als VVD-lijsttrekker. Mm -hmm. eh, gaat het niet alleen maar om sociale huurwoningen? Want wat we nu zien, is dat er vraag eigenlijk over de volle linie is. naar verschillende woningen. Eh, dus wij maken ons bijvoorbeeld ook hard voor woningen voor jonge gezinnen. Natuurlijk ook senioren en ook starters. Maar bijvoorbeeld ook als je senioren bekijkt in ons dorp. Die komen nu bijvoorbeeld ook uit een uh, 201 kapper of uit een eensgezinswoning, wonen daar alleen. Ja, die willen echt niet altijd een sociale huurwoning. Die willen misschien ook vaak een wat luxe appartement, omdat ze dat ook, ook uh, kunnen betalen. Nog een korte uh, reactie van Rob, dan gaan we nog één keer naar haar nummer en dan naar de stellingen. Ja, um, uit onze metingen blijkt dat er ongeveer 30 woningen in deze coalitieperiode bij zijn gekomen. En dat zijn geen sociale huurwoningen. Dus ja. Dat, dat, dat ten eerste. De tweede, uh, dat er in de planvorming sociale huur bij zit, 25%, dat is het minimum in Holland-Rijnland wat afgesproken is. Dat is vrij laag. Uh, Zoeterwoude doet 35% bijvoorbeeld. Uh, dat, en, uh, verder, een sociale huurwoning, dat zijn eigenlijk, wordt al alleen ingevuld in de vorm van uh, kleine units in appartementen. Maar er zijn natuurlijk ook jonge startende gezinnetjes die misschien wel een paar vierkante meter tuin willen, om het even balinerend te zeggen. Dus de diversiteit ontbreekt en de actie. Ja, we moeten de hoogte in natuurlijk. Of is dat weer een heel ander verhaal? Ja. Mag, mag ik daarop reageren? Want, ja. want ik ben het daar, ik ben daar best wel eens uh, eigenlijk met, uh, uh, nou ja, en met mijn buurman uh, wat dat betreft. Want dat is wat we ook zien. We hadden het net al over specifieke doelgroepen. Want waar we ook mee te maken hebben is jaarlijks een taakstelling tussen de 30 en 40 statushouders. Hè, waar we natuurlijk verplicht zijn eh, om die ook te huisvesten in, uh, in sociale huur. Daarnaast hebben we ook regionale taakstellingen, bijvoorbeeld voor beschermd uh, beschermd wonen. Eh, maatsch Maatschappelijk zorg. Goed, en maar die worden opvand. door het Rijk, daar moet je je aan houden. Ja, maar daar heb je, hebben we natuurlijk ook uh, serieus voorbeelden. Uh, wat mijn buurman ook zegt, ja, dat je met een, een heel klein hokje... sociale huurwoning, appartementje, dat je eigenlijk niet uitkomt. Hè? Dat zijn soms ook gezinnen. Maar dat dus is dat nog is... steeds dat die, uh, die woningen voor studenten... en inderdaad uh, voor statushouders... dat is niet voor niks dat daar vooral wel uh, voor gebouwd wordt. Want dat zijn mensen die het over het algemeen iets minder klagen... en iets minder uh, over hun rechten uh, praten. Kortom, dat is ook een, een keuze. Ik zie nog één laatste reactie van Arnold. Nou wat ik van de VVD hoor zeggen in deze door de lijsttrekker de Bruin is dat nou, het wordt echt, echt wel het minimale. En wat we helemaal vergeten daarin is dat de, de woonpopulatie, dus de woondemografie in voorschoten, we hebben al heel veel dure woningen hier. Zelfs in de corporatiesector. Dus we hebben daar enorm tekort in. De verpleegkundige, waar ik in het begin van het verhaal over had, mevrouw Bruin, die kan hier geen woning krijgen. Hm. En het antwoord van de VVD is daar heel simpel in. Nou ja. Laten we maar het minimale doen, wat het Rijk ons oplegt en we gaan niet verder dan dat. De PvdA heeft een andere keuze daarin. Wij gaan wel verder dan dat. En ik hoop dat de kiezers dat ook eigenlijk voor de komende periode ook goed laten doorklingen in de verkiezingsuitslag. Ja, Helder. Nou ja, het is, ja, wij zien dat niet alleen in sociale huurwoningen. Dat is inderdaad uh, duidelijk. Want wij zien dat er juist ook veel vraag is naar uh, woningen bijvoorbeeld tot de NHG-grens. En dan heb je tegenwoordig, en dat, is, dat begrijp ik, want dat ligt al best wel hoog tegenwoordig, 355.000 euro. Dat is al best lastig voor veel jongeren om. Ik kan een hypotheek van 170.000 in. Nou ja, dus dat, kortom, ik heb ik. er helemaal niks aan. Nee, Snap maar je? Dat, dat uh, is dat wel lastig. Ik. Maar het is dus niet alleen maar sociale huur. We hebben het ook over betaalbare koop. We hebben het ook over de middenhuur, middenkoop. Dus we moeten niet alleen maar blijven praten over sociale huur. Het is gewoon een veel breder palet waar we een tekort aan hebben. Uh, in onze gemeente. Ik denk dat dat ook een keuze is in hoeverre. Uh, wat is nog sociale huur? Waar is de grens? En dat soort dingen. Maar ik denk dat dat even een andere discussie is die we nu laten. We gaan naar de afsluitende ronde <laughs> van Politieke Avondvitamine. waarin we het hebben over de woningmarkt. En we gaan richting de stellingen. Yes, dankjewel, Thies. De eerste twee stellingen komen uit de partij. of uit de programma's. En aan jullie uit welke van welke partij is hij? De eerste stelling is, wij stimuleren dat woningen tot meer gezinswoningen verbouwd mogen worden en dat garages en schuren ook als woningen mogen worden verbouwd. Bij wie komt die vandaan? Je mag het zeggen als je het weet. Ik, ik kan nog gokken, maar... Nou ja, ik, ik ben het in ieder geval heel erg mee eens. Dus hij kan zomaar uit ons verkiezingsprogramma komen. Klopt. Ja. En uh, nee, dat, dat moet veel soepeler. En daar zien wij ook wel een, een oplossing, een oplossing uh, voor de toekomst. Absoluut. En hoe zien jullie dat voor je met uh, bijvoorbeeld het verbouwen van, van garages en schuren? Hoe, hoe gaat dat letterlijk dan? Um, nou ja, garages en schuren, het ligt aan hoe ze eruit zien. Maar als jij een grote schuur hebt en je kunt dat ombouwen, ombouwen tot, uh, tot woning. Ja, dan kunnen we, daar, kunnen we daar gewoon weer mensen laten wonen. Ik denk dat het heel simpel is. Maar wat we vooral ook zien, we hebben in Voorschoten... hebben we soms ook uh, echt hele grote kasten van huizen... waar ook mensen alleen of misschien met z'n tweeën inwonen... waar allemaal kamers leeg staan. Uh, ja, laat daar alsjeblieft een paar uh, jongeren of starters... of uh, weet ik veel wat voor doelgroepen. Ja, dat is, ik denk dat dat een hele goede oplossing zou zijn. Een oplossing, ja, dat is wel een mooie strategie van de VVD. om uh, garages en, uh, en schuren, uh, dat de oplossing van het woningprobleem gaat zijn. Daar moet ik eigenlijk wel een beetje om beginnen. Um, uh, het is goed dat ze volgens mij dat ze gaan denken in, in, in alternatieven die er, uh, uh, die er zijn. Um, ik zou die alternatieven toch meer plaatsen, denk ik bijvoorbeeld, wat we in ons partijprogramma hebben gezet met Tiny Houses. Rob noemde het ook al. Het staat ook in ons verkiezingsprogramma, dat we daarmee gaan experimenteren. op ieder geval, um, uh, in ieder geval op korte termijn, in ieder geval de, de, de ergste nood eigenlijk te kunnen ledigen. En. Tiny houses, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar waarom moet je dan grinniken wel om garages, maar op je wel tiny houses? Wat is daar het verschil in? Omdat tiny houses natuurlijk uh, go goede, stevige, uh, gefabriceerde huizen zijn. En een schuur is bedoeld om, om je spullen op te bergen en niet om daar uh, je gezin in te, in te zetten of daar uh, je studeerkamertje van uh, te maken. Daar zijn, daar zijn schuren helemaal niet bedoeld. Schuren zijn er voor om je fiets in op te stellen, om je gasmaaier neer te zetten, om alle andere dingen in te doen, maar niet om te gaan wonen. VVD moet dat niet gaan voorstellen. Helder. Volgende stelling. Volgende stelling. Nou ja, dan he, de eerste twee had ik al weggegeven. Dus deze wordt natuurlijk voor de Partij van de Arbeid. En daar staat in. Alert zijn op ondermijning en witwassen en huisjesmelkers of dubieuze ondernemers te weren. Hoe gaan jullie dat doen? Nou ja, het is eigenlijk, de, 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 de punt is eigenlijk dat het de afgelopen vier jaar gewoon niet gebeurd is. Er is in 2016... Is er... Ja, maar dat is een vraag niet. Hoe gaan jullie het doen? Nou ja, er is nu eindelijk op instigatie ook van, uh, van de Partij van de Arbeid... is er een, een coördinator gekomen. Die is er zes jaar lang niet geweest. Uh, die is nu ingesteld waarmee eigenlijk nu serieus werk kan worden gemaakt... van een heel groot landelijk probleem, ook een landelijk probleem... waarvoor schoten eigenlijk de enige gemeente is geweest in de regio... misschien nog wel in Nederland... Maar dan niet actief op die manier naar gekeken is. En eigenlijk heeft de VVD uh, de afgelopen zes jaar, want het waren allemaal VVD-burgemeesters die, uh, uh, die de verantwoordelijkheid voor hadden, hebben daarvoor weggekeken. Dus, uh, VVD... Maar hoe ga je de ja? huisjesmelkers... Nou ja, dat is, uh, eh, staat in het programma. Niet mijn woorden. Uh, dat staat in, uh, in jullie programma. Hoe worden deze mensen. Hoe wordt dat nou gecontroleerd? En hoe ga je dat nou aanpakken? Want het mag toch nog steeds. Je mag toch een huis gebruiken. Um, als beleggingsobject? Je mag het huis mag je gebruiken als oplichtingsobject, maar het is wel belangrijk daarin dat er gekeken wordt of je over uh, bepaalde vergunningen uh, voldoet. En uh, de gemeente heeft de mogelijkheid om zowel uh, nieuwe vergunningen daarvoor uh, toe te wijzen, als uh, bestaande vergunningen daarvoor nogmaals uh, tegen het licht aan te houden. En uh, dat kun je vanuit de zogenaamde Biebelverordening prima doen. Die heeft voorschoten ook sinds 2016. Alleen daar wordt niks mee gedaan. Er is niks mee gedaan de afgelopen periode. En dit persoon in kwestie, er is nu net het geld voor vrijgemaakt om dat goed te kunnen gaan vormgeven. Nou, uh, thank God dat het eigenlijk uh, dat het gebeurt. Uh, en het is nu zaak dat we het nu aanpakken, want er is ontzettend veel uh, uh, achterstallig onderhoud op dat. Uh, en daar maak ik me gewoon zorgen over als, uh, als burger. Paul de Ja, ik, uh, ik zit ook te denken. Ja, Eén een zo'n coördinator, die gaat echt het verschil niet, uh, niet maken uh, wat dat betreft. Maar volgens mij moeten we ook gewoon kijken hoe groot is het probleem. In voorschoten. Hoeveel huisjesmelkers hebben we? Ik denk namelijk dat het best wel best wel meevalt bij ons. Kijk, als je het in een Leiden hebt of iets dergelijks, met al die studentenwoningen, is het natuurlijk een stuk meer wat, wat dat betreft. Ik vind dat we daar scherp op moeten zijn, maar we moeten ook niet de rechten inderdaad van een pandeigenaar uh, gaan negeren, want er zijn natuurlijk inderdaad ook bepaalde rechten en gewoon mogelijkheden wat uh, ja, uh, eigenaren hebben. Ja, helder. Nog één stelling doen. Is goed. Uh, dan moet ik kiezen. Nee. Um, ja. Ah. Nou dan. Wil jij er één? Nee, ik heb er eentje. Oké, nee, oké. Okay, okay, okay. yeah. okay. Om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, moeten ouderen financieel geholpen worden om kleiner te gaan wonen. Dit is een goede vraag. Dat is een goede vraag. <laughs> Voor de eerste keer deze avond zijn we allemaal met onze mond vol tanden. Yeah. <laughs> um, en wat bedoel je met, met geholpen worden? Met geholpen worden, dat is waarschijnlijk financieel. Financieel. Dat staat er ook in. Paul, je mag ook uh, eerst reageren. Nou, ik wil wel, uh, ik wil wel reageren. Oh, Rob wil straks ook wat zeggen. Nou, ik denk dat het, uh, dat het best een goed idee is. Want als je op dit moment kijkt naar uh, veel, uh, veel ouderen, ja, hun geld zit soms, niet altijd, uh, in de woning. Um, en om dan uh, ja, de overstap te maken, uh, financieel is soms een probleem. Maar daarnaast is het niet alleen uh, financieel, maar vaak is het voor ook op een bepaalde leeftijd een te grote hessel, uh, zal ik maar zeggen, ja. om die overstap te maken. Dus ik kan me heel goed voorstellen als wij willen stimuleren, belangrijk is dat eerste woningen er zijn voor de senioren. En als die woningen er zijn, als wij willen stimuleren dat mensen ook overstappen, mm -hmm. ja, dan denk ik dat je best kunt overwegen om dat eenvoudiger te maken. En om mensen daarin te helpen. En om mensen daarin te helpen. Rob reactie. Ja, um, doorstromen is, uh, is eigenlijk scheef wonen. En uh, scheef wonen heb je in vierkante meters. Hè? Dus groot, te groot, te, te klein. Eh, dat, maar dat heb je ook in geld. Hè? Te goedkoop en te duur. Nou, en uh, de, de incentives die daarachter zitten, verschillen per, doel, per doelgroep eigenlijk van die vier uh, partijen. Uh, soms is het een stukje geld, uh, een stukje huurgewenning uh, wellicht. Maar soms is het ook de emotionele stap. Soms zijn het ook... Nabijheid voor voorzieningen in het centrum, omdat de mobiliteit wat minder is geworden. Dus het is wederom wat meer maatwerk. Oké. Okay. Maatwerk. Dan uh, stel ik voor dat we naar de afsluiting gaan, want het is uh, alweer bijna tijd. We willen eigenlijk uh, weten van ja stel alles kan rondom wonen. Pits, jullie ideaal in 30 seconden. En Arnold. Nou, voor ons is het gewoon belangrijk dat het voorschoten van ons allemaal is. Dat is de uh, slogan en een, een titel van ons partijprogramma. Dat betekent dus dat wij uh, graag willen dat er uh, voor iedereen gebouwd wordt. Uh, voor starters, uh, voor gezinnetjes die net op de woningmarkt uh, komen, uh, voor doorstromers, maar ook voor mensen die uh, senioren die uh, graag van groter naar kleiner willen gaan, uh, gaan wonen. Dat is, vinden wij als Partij van de Arbeid heel belangrijk. Uh, we realiseren ons ook dat de markt lastig is en dat de Rijksoverheid ons meer instrumentarium over moet geven. Maar het heeft wel nog steeds echt met een houding te maken. En, uh, om, uh, en die houding, die attitude moet wat mij betreft gewoon anders. En er is ook voldoende instrumentarium waar de gemeente voorschotten niet gebruik van gemaakt heeft. En wat echt wel zo snel mogelijk ingezet moet worden. Heldig. Dat willen wij gaan doen. Super. <coughs> <coughs> Paul de Breijn, gezondheid. Sorry. Geeft niks. En zie je door de airco. Oh, jeetje. <coughs> we, kunnen ook, we kunnen ook eventjes eerst, eerst naar Rob als je dat, <coughs> ja. uh, dat wil. Uh, Rob? Ja. Ja. Um, ja, ik vind het heel belangrijk dat iedereen... Uh, het over eens is dat het een, een collectief recht is voor uh, wonen, voor burgers. Dus we, we moeten echt uh, de hoge prioriteit aangeven. Want uh, het heeft ook een keerzijde. Als we het niet doen, dan vergrijst Voorschoten nog, nog meer dan dat het nu al vergrijst is. En dat, dan uh, zijn de woningen alleen maar achter Alphen en, en in de Bollestreek wellicht voor onze kinderen te vinden... En uh, dat moet je niet willen als uh, gemeente. Dus er moet echt een, uh, een prioriteit gegeven worden aan een uh, fors nieuwbouwprogramma. En dat ook uh, qua uh, differentiatie breed genoeg is. En niet alleen blijft hangen op de sociale huur of de te dure woningen. Maar het hele palet omvat. Want zeven, uur op een wachtlijst, of zeven jaar op een wachtlijst werkt niet. Hey, dat, en niet iedereen heeft meer dan een miljoen te besteden. Helder. Wal de Bruin als afsluiting jouw woonideaal in 30 seconden. Met een beetje doet niet helemaal, maar <laughs> nou, we doen het gewoon. Dat geeft niet. En um, nou, eigenlijk ben ik het best wel uh, eens met uh, nou, ja, wat de heer van Engelenburg nu, uh, nu zojuist zegt. En volgens mij, als ik het verhaal hoor van, uh, van Arnold Postma, is hij het met ons eens. Dus namelijk niet alleen maar sociale huurwoningen, want u zegt voorschot is van ons iedereen. Dus dat betekent inderdaad dat er voor iedereen uh, moeten wonen. Dat betekent dus ook een, 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 ja, een mix van soorten woningen. Dus volgens mij eh, kunnen we elkaar daar, daar best in, in vinden. En als ik kijk voor de toekomst, en dat is helemaal niet als alles kan of wat dan ook, maar wat voor ons ontzettend belangrijk is, is dus dat we de eh, komende periode, de projecten die we op stapel hebben, dat we die gaan afronden. En we zijn ook op dit moment al bezig met een stedenbouwkundig plan voor ons centrum, waar we juist willen kijken naar woningen voor senioren, voor starters waar we echt een mooi leefgebied van willen maken. Helder. Dank jullie wel allemaal voor jullie aanwezigheid hier bij Politieke Avondvitamine. Ongetwijfeld gaan we hier nog verder over spreken richting de verkiezingen en ook weer daarna. Dank allemaal voor jullie aanwezigheid Dankjewel. en ook voor jullie inzichten. Succes met alle campagnes.